was een mooie overwinning, denk ik. En de eerste in België. Dus het seizoen is zeker goed begonnen voor mij. Ik voel me wel goed op training. En de eerste twee wedstrijden hebben dat ook direct bevestigd dat gevoel niet verkeerd was. Dus ja, ik ben gewoon blij dat ik het seizoen zo kan starten. En vandaag was het weer een tactische wedstrijd. En ja, vorig jaar bleek toch dat die zwaardere koersen vooral mijn specialiteit waren. Maar dat ik nu op deze omlopen ook kan, is wel leuk voor het mentaal ook. Mijn start was eigenlijk niet zo goed. Ik schoot denk over de pedaal en dan zat ik pas rond de 10e positie in de eerste veldstroken. Dan heb ik daarna wel beslist voor rustig op te schuiven en een beetje aan te kijken wie de forcing weg ging voeren. Maar dan bleek al snel dat er nog niet echt verschillen konden gevormd worden. En dan was het gewoon wachten tot de tweede helft. En toen Laurens eigenlijk in de aanval trok, was het juiste moment om de koers mee open te breken. Ik wou eigenlijk aan Amerika zeker niet te veel conclusies knopen. Daar had iedereen ook wat te maken met die jetlag en een apart parcours. En van de vierde strijden we eigenlijk terug zoals we dat gewoon zijn. Dus voor mij was dit opnieuw een nieuwe test. En blijkbaar lukt dat in Europa ook goed, dus dat is leuk.